Na 522 dagen van coronamaatregelen kunnen we eindelijk weer gaan genieten van het goede leven. Maar wat is het goede leven eigenlijk na corona? En wat doet kunst en cultuur daar eigenlijk mee? Zijn jullie er klaar voor? Dit is Praat! Nou, goedemorgen allemaal. Fijn om jullie allemaal te zien. Leuk dat jullie de tijd hebben genomen om hier met ons mee het gesprek te voeren over kunst en cultuur. Ik heet jullie welkom bij Praat. Praat is voor jullie wellicht onbekend, maar wordt het nieuwe fenomeen komend jaar in Boxtel. We gaan één keer in de twee maanden met jullie, met Boxtel, graag in gesprek over allerhande maatschappelijke thema's. Vandaag is de eerste. We gaan het vandaag hebben over kunst en cultuur. Dit programma in dit geval is tot stand gekomen in samenwerking met Brabant Centrum. Jullie zullen mijn collega Rens van Brabant Centrum vandaag ook nog gaan zien. Samen met Omroep Dommeland, Culturale natuurlijk, Podium Boxtel en met Bokkensprongen. Dat wilde ik even gezegd hebben. Maar ik begin natuurlijk bij jullie. Ik ben eventjes benieuwd. We gaan het vandaag hebben over het goede leven. Wie ziet hier, heeft het gevoel dat hij een goed leven heeft op dit moment? Steek je hand maar op hoog als je het gevoel hebt, ik heb een goed leven. Kijk, ik zie best wel veel handen. Hou ze nog maar heel even omhoog. Ja, ik zie eigenlijk bijna iedereen heeft wel een goed leven. En wie van de mensen die het gevoel heeft, ik heb een goed leven, zegt, ik kan eigenlijk wel een beter leven hebben? Een beter leven. Ik pak even mijn microfoon. Ik zie daar een hand. Ik ben even benieuwd. Ja, kan je me vertellen waarom? In het leven loopt niet alles als het moet momenteel, dus we zijn op de route. Dus een beter leven zou ik wel willen. Oké. Ja. Is er nog iemand meer die zegt, ik wil al een beter leven? Nu ineens durft niemand meer zijn hand op te steken. Oké, nou ja, wij gaan het dus vandaag hebben over dat betere leven. Eigenlijk het goede leven en wat er eigenlijk allemaal voor nodig is. We gaan beginnen. Hij is componist en theatermaker. Hij reist al ruim 25 jaar de hele wereld over om op onalledaagse plekken kunst, cultuur, concerten, theatervoorstellingen te brengen. En hij kwam er in al die jaren achter dat met zijn gaven hij de wereld misschien wel een beetje kon verbeteren. En dat zou hij eigenlijk liever niet alleen willen doen. En daarom schreef hij dit boek Het is aan ons, waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden. En hij richtte zijn collectief The Turn Club op. En met dit collectief wil hij kijken of zij grotere impact kunnen hebben en een groter verschil kunnen maken. Ik stel jullie voor Marlijn Twaalfhoven. Hey. Goed, hè? Hallo allemaal. Marlijn, het goede leven. Ja. Wat is het goede leven volgens jou? Ja, ik geloof dat het goede leven heel erg afhangt van de mensen om je heen. Maar ook misschien de plek om je heen. Ik merk, als ik een beetje grofweg terugdenk aan wat zijn nou echt goede momenten in mijn leven geweest. Dat ik bijvoorbeeld bovenop een berg stond. Of in een heel groot bos. Weet je, dat je je verbonden voelt met de wereld. Maar ook misschien wel met het mysterie van het leven. Want natuur of eigenlijk gewoon het landschap, maar ook als je de wolken ziet, daar zit eigenlijk zo'n groot verhaal achter waarbij je eigenlijk ook al merkt van oké, alles wat we ons best doen om het te begrijpen schiet tekort. Ja. Dus dat is eigenlijk echt een grote ervaring. Ja. Ja, om deel te zijn daarvan. Dan, dus het gaat voor jou, het goede leven gaat over de grotere ervaring. Nou ja, dat is wel het eerste wat in me opkomt. En inderdaad ook de verbintenis meer in het kleine tussen de mensen om je heen. Als je merkt dat je iets doet in een team of dat andere mensen ergens op doorgaan of dat jij zelf door kan gaan of wat iemand anders heeft gebracht. Dus ook die verbintenis tussen mensen, dan ervaar ik ook, nou eigenlijk op het moment dat je dankbaarheid kan ervaren, zit je al in het goede leven volgens mij, ja. Oké, ik ben even benieuwd, hè? Wie in de zaal die onderschrijft dit? Vingers. Oké. Dan ben ik toch even benieuwd. Er zijn ook mensen die het niet onderschrijven.
Mag ik even vragen, waarom onderschrijft u dit niet? Nee, ik onderschrijf het wel, maar het is maar een heel klein stukje hoor, vind ik, van wat jij beschrijft. Maar dat is logisch. Wat vindt u dan wat hij daarin mist? Nou, ik miste, maar het kwam later, vooral de verbintenis met mensen. En de natuur zeker, ja. Maar voor mij is het goede leven zeker ook familie, kinderen, ja. Collega's. Verbintenis met elkaar. Met elkaar, ja. Maar dat kwam later al. Dus. En vindt u dat op dit moment dat genoeg aanwezig is? In onze wereld, hier in Bokstel? Ik denk als je daarnaar op zoek bent of als je dat echt wilt, dat je dat wel kunt vinden, ja. Ja. Maar ik denk dat er zeker op allerlei plekken in de wereld zijn waar dat niet zo is. Okay. En dat wij wel een hele bevoorrechte positie hebben hier. Okay, ja, dat denk ik ook dat wij dat hebben. Mm-hmm. Dat denk ik dat jij dat ook vindt, Marlijn. Nou, we hebben inderdaad een bevoorrechte positie. We hebben heel veel overvloed aan allerlei zaken. Maar er is ook echt iets heel mast aan de hand met de moderne tijd. Er zijn natuurlijk heel veel verbindingen ook verbroken. Neem gewoon het idee dat je opgroeit, dat we allemaal in huisjes zitten, terwijl we eeuwenlang veel meer woonden met generaties samen. Ja. Of met zelfs hele tribes, groepen, clans, groepen van misschien wel 50 of 100 mensen die samen echt heel nauw verbonden samenwerkten. Dat gaf natuurlijk een enorme verbintenis. Ja. We hebben nu een soort van heel erg veilig leven. Je kunt over straat zonder bang te hoeven zijn. Ook, we zijn heel veilig in de zin van het voedsel wat we in de winkel kopen, hoeven we niet helemaal te onderzoeken, te proeven, te ruiken voordat we het in ons mond stoppen. We kunnen er van op aan. Maar daarmee verliezen we ook wel die hele sensitiviteit die we hadden voor misschien de relaties onderling, maar ook voor wat we eten. Waar we naartoe gaan. We kunnen super efficiënt leven. Maar met name ook het feit dat we niet meer met die generaties samenleven. Dat we 's avonds niet rond een vuur zitten en verhalen vertellen. Maar achter Netflix of achter het journaal. Waarbij we toch een hele andere verhouding hebben tot verhalen. Dan als het verhalen zijn die gaan over waar komen we vandaan. Het zijn geen menselijke verhalen meer. Het zijn eigenlijk verhalen die geregisseerd zijn. Het is niet meer Niet van de verbintenis. Ik bedoel, ik stel me voor hoor, ik was daar natuurlijk niet bij, maar een paar honderd jaar geleden, of eigenlijk voordat we de televisie enzovoort hadden, je kwam samen, of dat nou in een café, in de kroeg, of op straat, of bij mensen thuis. Maar de verhalen die je daar uitwisselde, dat ging over een ons. Een soort van wij, of waar we vandaan komen, of de grootachtige voorouders. Nog steeds is dat op heel veel plekken in de wereld. Heb je het gevoel belangrijk. Dat wij hier in Nederland, dan in de westerse wereld, de verbintenis met onze oorsprong verloren zijn? Nou, dat is wel in een moderne wereld zijn er allerlei van die verbindingen verbroken. Ja. En dat is vaak, dingen zijn efficiënt en handig. Nou, gewoon geld is iets wat pas nodig was toen gemeenschappen gingen handelen met vreemden. Dus dat vond ik fascinerend, de geschiedenis van geld, bleek dat mensen in een gemeenschap dat geld helemaal niet nodig hadden. Want je wist gewoon van je doet dingen voor elkaar en dat komt ook weer terug. Terwijl op het moment dat er mensen van buiten kwamen, dus reizigers, dan was geld heel fijn. Want je wist als zij er vandoor gingen met iets waar jouw dorp goed in was, dat ze misschien nooit meer terugkwamen. Nou, dan is geld heel fijn. Dus geld is een soort vervanging voor vertrouwen. Ja, maar ik proef een beetje uit jouw verhaal dat door dat kapitalistische systeem we eigenlijk die verbinding met elkaar verloren zijn. Dat het eigenlijk, we worden allemaal consument. Nou, en het gaat niet meer over je doet wat voor elkaar, een soort wederkerigheid. Het is in ieder geval best wel heel extreem geworden dat we zelfs, je merkt misschien wel dat tussen vrienden of familie, als dan geld een rol gaat spelen, voelt eigenlijk iedereen al wel van dat klopt niet helemaal. Ja. Want geld is inderdaad in de plaats van vertrouwen. Ja. En het vertrouwen is zoveel meer dan een contract. Het is ook een verbintenis, het is ook een relatie die je hebt. Dus ik geloof, hoe meer mensen we kunnen vertrouwen in ons leven, hoe meer we verbonden zijn ook. En ik denk dat dat echt een voorwaarde is voor misschien wel wat we het goede leven zouden kunnen noemen, ja. En dat is dan een heel mooi verhaal. Maar dan denk ik, we zitten hier vandaag om het te hebben over die rol van kunst en cultuur. Ja, ja. Maak eens een verbinding. Nou, er is het verhalen vertellen in de samenleving is de afgelopen
natuurlijk al een tijdje aan de gang, maar in ieder geval de afgelopen paar decennia extreem veranderd door media. En cultuur, in de zin van wat er op een podium gebeurt, of wat er gebeurt in een boek, of in een film, of beeldende kunst, dat zijn natuurlijk allemaal vormen van verhalen vertellen, maar ook van eigenlijk van vertraging. Als ik in een krant iets zie, schandaal, de zoon van een rijke, van een miljonair, heeft in de vlaag van, weet ik veel, heeft een overdosis genomen, iemand vermoord, is in een opvangcentrum gezet, dan lees je dat als een incident. Terwijl als je in het theater zit en je kijkt naar Hamlet, dat duurt 4 uur, dat is ook de zoon van, nou ja, een koningszoon, die een psychose krijgt, zijn oom vermoord. Maar ja, je maakt het helemaal mee. Het duurt 4 uur. Dus een soort extreme vertraging vergeleken met hoe wij nu nieuws consumeren. Ja, je bekijkt het ook veel meer vanuit een ander perspectief, ja, natuurlijk. Nou, je leeft je in. Je, ja, identificeert je, ja, met Hamlet of met wie dan ook. En dat is weer de essentie van verbinding. Als ik het journaal kijk, dan is er niks waar ik me eigenlijk mee verbonden voel. Ik kan me wel ergeren of denken, wat vreselijk, wat naar. Dus ik word wel emotioneel geraakt. Maar ja, na 1 minuut komt er weer het volgende. En op een gegeven moment is het gelukkig klaar. Terwijl dat is het zo anders als je, en daar is dus dat wat kunst en cultuur doet, is je echt deel laten nemen aan verhalen. Ik vond medemaken, medescheppen, mede. Ja. Ik vond dit dus heel erg goed in jouw boek. Jij hebt dit boek geschreven, Het is aan, ja, ons. Ja. En jij schrijft op een gegeven moment, ik lees het heel even voor, hoe de voorstellingen in ons hoofd de wereld bouwrijp maken. Onze wereld wordt 2 keer gemaakt. Eerst in gedachten en daarna in de werkelijkheid. Onze toekomst is daarom het product van onze geest. Als ons denken rechtlijnig en kaal is, zal onze wereld dat ook zijn. Als we dromen toelaten, idealen de ruimte geven en gevoel voor schoonheid en fantasie ontwikkelen, dan kunnen we onze wereld voorstellen waarin we graag zouden willen leven. Dat is een essentiële stap naar het daadwerkelijk vormgeven van die wereld. Mm-hmm. Dus als ik het jou goed begrijp, gaat het heel erg over, je moet die kunst tot je nemen om vervolgens de wereld in zijn totale perspectief te kunnen bekijken. En niet alleen maar vanuit je ik-persoon. Ja. Ja, die verbroken verbindingen is natuurlijk ook met in de tijd, met de toekomst. Het feit dat wij eigenlijk zonder daar te veel bij stil te staan, de toekomst koloniseren. Mm-hmm. Ik bedoel, mensen die we uitbuiten, ik denk aan de slavernij of aan allerlei vormen van uitbuiting, die kunnen protesteren, die kunnen roepen, die kunnen schreeuwen. Als iemand wordt aangerand, kan die help zeggen. Ja. Terwijl onze kinderen, kleinkinderen die nu nog niet geboren zijn, die hebben geen stem. Terwijl wat wij gebruiken van de natuur, de bronnen, noem maar op, dat is in feite wat zij niet meer hebben. Dus het is een soort. Ja, dus jij wil eigenlijk ook zeggen, wij moeten ons eigenlijk ook in het perspectief van de toekomstige generatie gaan zitten, nu, ja, om die wereld te kunnen gaan verbeteren. Nou, ik geloof dat het een kunst is en ook iets wat we verloren zijn, want je kunt natuurlijk heel veel mooie dingen lezen over inheemse volkeren die een heel natuurlijk verbintenis ervoeren met hun voorvaderen, maar ook met de generaties die komen. Ze hebben zelfs 7 generaties in de toekomst en 7 generaties in het verleden. Als een principe van jouw taak of jouw opdracht in het leven. Om dus die verbintenis zijn. Ik vind dit verhaal, sorry, ik onderbreek je even. Ik weet van jou dat dat zo kan. Ik denk dan heel erg, oké, dit is een heel mooi verhaal. Volgens mij kan iedereen dit hier wel onderschrijven. Of ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wie onderschrijft het niet? Nee. Ben ik toch even wel nieuwsgierig naar. Volgens mij onderschrijft iedereen dit wel. Maar ik denk dan toch, hoe dan? Want hoe ga ik dit dan doen? Ja. Weet je, ik kan dat wel heel erg. Jij hebt het dan heel erg over hoe we de kunstenaar in ons vinden. Ja, hoe vind ik die kunstenaar in ons? Nou, dat is, ik geloof, aan de ene kant een vreselijke uitdaging in een wereld die zo heel erg op efficiëntie zit, op snelheid zit, op incidenten zit. Dus het is inderdaad echt een tegengeluid. Aan de andere kant is het wel iets wat in ons zit. Want je laat er raken door iets moois,
dat kent iedereen wel. En vervolgens verbeelden, dromen, je iets voorstellen in de toekomst, dat maakt ons eigenlijk als mens zo krachtig en fantastisch. En dat kunnen we allemaal. Dat is ook volgens mij iets wat we heel erg ontwikkeld hebben als mens. En daar heb je kunst en cultuur voor als aanbod in je samenleving? Die kunst en cultuur, we noemen het even als iets wat een beetje losstaat, maar het is denk ik echt een deel van wat er in ieder mens zit. Ik noem dat inderdaad een kunstenaars mindset. Maar wat we vaak opzij schuiven. Onze emoties houden we binnen. Gebruiken we misschien alleen in een privé setting. Onze verbeeldingskracht houden we ook binnen. Want het is misschien niet zo cool om als idealist gezien te worden. Dat is een beetje een soort van, idealist is, klinkt al bijna als naïef. Mm-hmm. Tegelijkertijd, het is wel gewoon deel van ieder mens. Dus ik zie heel erg de samenwerking tussen kunstenaars en mensen die met dat culturele repertoire daar ruimte voor maken. En de mensen die daar wellicht moeite bij ervaren. Ja. En dat betekent dus eigenlijk overal misschien waar verandering een rol speelt, of waar inderdaad de toekomst een issue is. Ja. Daar heb je, denk ik, mensen nodig die die vertragingsslag kunnen maken. Ja, dus je hebt eigenlijk, wil jij zeggen, door kunstenaars toe te voegen aan dat soort processen, leren de anderen daarvan om die mindset te krijgen. Ja, ik zie eigenlijk, als je vraagt wat is nou een plek voor kunst, dan zitten we hier in het theater. Dat is geweldig, want je wordt niet gestoord door de buitenwereld en je kunt heel mooi met aandacht iets tot je nemen. Maar liever buiten. Nou, ik zie het eigenlijk als bijna een laboratorium voor iets waar je iets ontdekt, waar je mag spelen, experimenteren, maar je ontdekt iets wat je in je leven nodig hebt. Ja, ja. En wat je ook nodig hebt bij opgaven die gaan over de toekomst. Die gaan over inderdaad het maken van beleid op het stadhuis of überhaupt je eigen relatie met waar wil ik heen in het leven, hoe wil ik een goed mens zijn, wat is waardevol voor mij. Dus ik maak me ook wel zorgen omdat soms die culturele instellingen ook weer losgeknipt zijn van die andere structuren en een beetje als eilandjes functioneren. Dat is heel zonde. Ja, oké, laatste vraag. Heb jij het gevoel dat nu jij begonnen bent met de turnclub, dat daar een verbeteringsslag aan het plaatsvinden is? Wat voor termijn moet ik denken dat gaat lukken? Nou, dat project, de turnclub, nodigde eigenlijk allerlei mensen uit die zich herkende in die opgave van kunst die zich met maatschappelijke vraagstukken bezighoudt. En het blijkt dat er superveel mensen mee bezig zijn. Ja. Maar dat wel vaak mensen zijn die hun eigen project hebben, aan het worstelen zijn, incidenteel. Soms krijgen ze ineens ergens een samenwerking. Dan werkt iemand, bijvoorbeeld iemand die met dans, professioneel danser, die kan ineens iets met een woningbouwvereniging doen voor jongeren, voor leefbaarheid, dan ontstaat er iets, maar vaak zijn dat tijdelijke projecten. Vaak moet iemand enorm ondernemen, verslagen schrijven, begrotingen maken. Kortom, ik zie eigenlijk die kunstkracht ook versnipperd zijn en niet zichtbaar genoeg. Ja. En dat is wat ik nu hoop met die turnclub. Ik hoop lokaal wat er gebeurt te verbinden aan meer een landelijk netwerk. Ja. Om ook dat verhaal te vertellen en elkaar als het ware de krachten te bundelen. En echt te laten zien dat het ook niet alleen, want inderdaad zo'n programmaboekje van een jaar voor theater is heel snel vol. Ja. Maar er zijn nog veel meer makers die gewoon inderdaad midden in de samenleving hun werk doen. Ja. En het is ook echt om die makers gewoon ook zichtbaar te krijgen, maar ook vindbaar. Dat je ze ook weet te vinden als je misschien in de zorg of in onderwijs of in de overheid werkt. Dat je denkt, oh wacht even, hier hebben we die link nodig. Hier hebben we een vertragingsslag nodig. Ik hoor jou net zeggen lokaal. Ik vind het dan toch wel heel belangrijk, want jij maakt een heel groot verhaal. Ik ben even benieuwd, hoe gaat het dan, hoe het dan in Boxtel lokaal speelt? En om ons te laten zien hoe het op het lokale niveau de afgelopen jaren rondom kunst en cultuur gesteld is, heb ik Rens van der Elzen van Brabant Centrum. Hallo, dankjewel. Ja. Ja, ik
Hallo allemaal, ik wil jullie vandaag eventjes kort meenemen in inderdaad de huidige stand van zaken op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Boxtel. De creatieve kracht, nou ja, Boxtel is natuurlijk meer dan alleen Boxtel, Liemt, Lennisheuvel en S horen daar uiteraard ook bij. Ik wil even kort een beeld schetsen van hoe we ervoor staan. En dat is eigenlijk best goed, want er zijn momenteel, voor coronatijd uiteraard, zeker 250 activiteiten op kunst en cultureel gebied te doen in Boxtel. In Lennisheuvel en S en Liemt uiteraard ook. 123 verenigingen en stichtingen die actief zijn. Dat is natuurlijk ontzettend veel al. En meer dan 1000 vrijwilligers. Het is een beetje een grove gok met wat de navraag en wat vrijwilligerssteunpunt die al aangaf. We zitten ongeveer op de 800. Stel daar nog een hoop vrijwilligers bij. Bij sportverenigingen zit je zeker al aan de ruim 1000 man. Die. En hoeveel inwoners heeft Boxtel? 30.000. Oké. Okay, iets nou. Meer. Ik hoor meer. 33.000. Ja. Dus er wordt al ontzettend veel gedaan op dit gebied. We kunnen, ja, ik kan ze alle 250 noemen, maar dan zitten we hier nog een half uur. Dus ik ga even snel erheen, maar het is op letteren. Het is live muziek. Het is levende geschiedenis. We hebben een circus gehad. Bouwdorpen, dorpsquizzen, carnaval uiteraard. De harmonie van fanfares, het cultureel erfgoed, zoals de bloedprocessie. Betrokken burgers, theater, zoals hier, maar ook op andere plekken. Film, klassiek, nou, het gaat zo maar eventjes door, kunstmusea en toneel uiteraard op kleiner gebied. Maar er zijn ook aandachtspunten waar de gemeente, of misschien wel wij met z'n allen, even aan moeten denken. Want een van die dingen is namelijk dat er heel veel tegelijkertijd gebeurt. Denk aan het begin van het seizoen, september, oktober, eind van het seizoen, mei, juni, juli, gebeurt er heel veel overlap. Mensen moeten kiezen, waar ga ik naartoe, waar ga ik aan deelnemen? Dan is er uiteraard nog de financiële situatie van de gemeente Boxtel. Veel organisaties hebben toch wel een link met de gemeente of zitten op geld. Dat is natuurlijk momenteel een puntje waar men de komende maanden ook over gaat discussiëren in de kerntakendiscussie. En dat zal ook zeker kunst en cultuur ter discussie staan. Wat is er aan geld beschikbaar? Dan is er nog het dubbele pet. Er zijn best wat betrokken burgers in Boxtel die de kar trekken op meerdere fronten. Dat is zowel een zwakte als een kracht. Want juist die kracht, iemand wil het doen. Maar als die wegvalt, wat kan er dan gebeuren met die organisaties? En er zijn de afgelopen jaren veel discussies geweest. En dan noem ik even een cultuurbemiddelaar of een cultuurverbinder die we hebben gehad. Er zijn discussies over de fusie van de HAFA's, de muziekvouchers, samenwerkingen die tot stand moeten komen, enzovoort. En eigenlijk even over die discussies en de financiële situatie wil ik even met jullie doorgaan. Want wat kost nu eigenlijk de gemeente kunst en cultuur? Wat is de gemeente daaraan kwijt? Ik heb eventjes gekeken naar de begroting voor het komende jaar, in ieder geval de lasten, 93 miljoen. En daarvan zijn eigenlijk 1,4 miljoen aan kunst. En dan heb ik het eigenlijk vooral over het kunst in zijn algemeenheid, maar ook recreatieve voorzieningen, zoals de bibliotheek, het podium, maar ook monumentenzorg en oudheidkunde, dus musea en dergelijke. En als ik terug ga kijken naar wat men per persoon kwijt is, zit je op 45 euro per inwoner. Dat is best een bedrag, zou je zeggen. Best een bedrag. Ik heb het even afgezet tegen wat gemeenten landelijk ongeveer uitgeven. Ter vergelijking. En dan zit je op 120 euro per persoon gemiddeld. Kijk, natuurlijk is er ook in Amsterdam en Eindhoven bij. Dat zijn natuurlijk grotere steden, meer inwoners. Dat is misschien ook weer het bedrag groter. Om het even terug te halen naar het lokale. Wat men in Boxtel bijvoorbeeld kwijt is aan groenbeheer. 74 euro per inwoner. Nu kun je uiteraard een groenbeheer als het goede leven zien, want we willen graag natuurlijk in een mooie groene straat wonen. Dus dat zal ook wel raakvlak hebben met kunst en cultuur al een beetje. En eigenlijk als ik dit zo samen kijk, die 45 euro per inwoner, dan komen we eigenlijk al tot de conclusie dat het goed leven is in Boxtel. Omdat het geld wat Boxtel nu kwijt is, eigenlijk een schijntje zou kunnen zijn. Of misschien te weinig. Dat is een discussie die we dadelijk hier wel horen, denk ik. Ziet eruit als een hele goede investering. Wat denk jij, Marlijn? Een investering, ja. Boxtel heeft een mooi resultaat voor een minieme investering. Wat denk jij? Ja, dat is. Kijk, natuurlijk weet ik hoe groot de impact kan zijn van wat kunstenaars en creatieven doen. Hoeveel ze ook vaak onbetaald werken. Dus in die zin is een budget vaak. Met een klein budget ontstaat er een heleboel, omdat heel veel mensen ook zich inzetten. Ja, zonder betaald te zijn. Dus ik denk dat er nog iets achter zit wat nog veel misschien wel extremer is.
Ja, en dan iets achter zit, kan je dat? Oh ja, ik bedoel dus echt de grotere, de menskracht. Wat het vertegenwoordigt, ja. Ja. Is denk ik heel groot. Nou, je hebt het over vrijwilligers, het verenigingsleven enzovoort. Betekent ook vaak dat een investering in cultuur heel veel ook opbrengt qua bedrijvigheid, werkzaamheden enzovoort. Ja. Het is in die zin heel lastig om het financiële goed helemaal te verhouden tot... Maar we hebben het hier ook over andere sectoren. Ik ben even nieuwsgierig naar de zaal. Wat voor sectoren ik hier heb. Wie van u komt hier uit de politiek? Steek uw handen maar even. Beweeg zich in het politieke veld. 4 mensen. Wie komt er uit het culturele veld? Dat zijn er behoorlijk wat meer. En media behoort dan inderdaad ook wel zo tot dat culturele hoek. En wie komt er uit de groene, uit de agrarische hoek? Niemand? Oh, kijk. Ah, kijk. Ah ja, kijk. Ja, ook onderwijs, hè, Hans? Ja, wie komt er hier uit onderwijs? Wie ben ik nu vergeten? Uit welzijn. Welzijn, ja. Oh ja, dat is een hele goeie. Wie komt er uit de welzijn? Welzijnshoek? Weet je? Ja? Woonstichting Joost. Ja, waar zit dat? Welke sectoren bewegen jullie je? Huisvesting, ja. Ja. Huisvesting, iemand meer nog? Nee, ben ik nog iemand vergeten? Commerciële sector misschien? Ondernemingen, commerciële, detailhandel? Ja. Oké. Okay. Stichtingen. Stichtingen, ja. Waarin bent u heeft u een stichting? Ja, ik ben pionier in de Stichting Richter Education in Bokstel. En wat doet de Stichting Richter Education? Wij organiseren design thinking workshops voor inwoners van Bokstel. En wij pakken leefbaarheidsvraagstukken aan. Oké, kijk, heel interessant. Ja. En zit er in dat design thinking ook die kunstenaarsmindset? Ja, zeker. Want wij proberen eigenlijk die kunstenaarsmindset, dat de mensen dat hervinden. Iedereen heeft dat van geboorte. Ja. En die creativiteit. De kunstenaarsmindset is voor mij een open mindset, nieuwsgierig zijn, maar ook empathisch zijn. Ja. En dat is wat Merlijn ook zegt. Dus de verbondenheid met de wereld om je heen. En ja, echt interesse tonen. Dat het antwoorden kan geven en kansen kan bieden om vraagstukken op te lossen. Nou, fantastisch. Ja. Geweldig. Nou, kijk, we hebben hier een hele diverse groep. En een groep die zich graag door jou dus laat inspireren. Ja. We gaan even door naar ons panel. Ik wil graag ons panel uitnodigen om naar voren te komen. Ik wil even een applaus voor Inge Huisman van Woonstichting Joost. Dini Stolvoort van Samen Ouder Worden in Bokstel. En André Gering van Sint-Lucas. Ja. Hallo. Ik begin bij jou, Inge. Leuk. Woonstichting Joost, jullie investeren al jaren in... Want jullie waren hier voor Sint-Jozef. Toen investeerden jullie ook al in kunst en cultuur. Dat doen jullie op verschillende manieren. Waarom is het voor jullie als woonstichting die eigenlijk bezig is met huisvesting, dat zei je net al, zo belangrijk om daar een deel van jullie budget aan te besteden? Ja, het lijkt niet echt voor de hand liggend, hè, dat je als huisvester geld spendeert, uitgeeft aan kunstprojecten. Ik ben zelf manager sociaal beheer en daarmee verantwoordelijk voor de mensen die zeg maar echt met de bewoners altijd aan de slag gaan. Voor mij, voor ons, werkt het eigenlijk tweeledig. Wij hebben natuurlijk heel veel mensen die wonen bij elkaar in een heel groot, klein, gestapeld gebouw. Juist dan is het zo belangrijk, dat ook wat Merlijn zei, dat je die verbinding tussen de mensen gaat creëren. Ja. En kunst is voor mij echt een heel mooi middel waarmee je dat voor elkaar kan krijgen. Ja. Ja. Hè, dus je kan, en ik denk dat mensen dat misschien ook wel weten, we hebben op Hoogheem hebben wij ontzettend veel gedaan met studenten ook van Sint-Lucas. Wij hebben een aantal jaar... ontzettend veel, noem eens iets. Wij hebben muurschilderingen samen met Sint-Lucas gedaan. Wij hebben de etalage onder complex Baanrots in Seelissewal. Die hebben wij jarenlang 2 keer per jaar door studenten van Sint-Lucas laten inrichten. Entreehallen bij complex Vinkerode, bij complex Clarissenhof. Ja, het is heel veelzijdig wat we hebben gedaan. Maar je kan natuurlijk denken vanuit de woonstichting, oké, dat is mooi decoratief. Hè, zo leuk een muurschildering. Maar wat is voor jullie dan de meerwaarde? Waarom is dat dan... Waarom is het dan niet decoratie, maar heeft het een grotere betekenis? Omdat wij het niet gaan bedenken, maar dat we het altijd bij de bewoners zelf neerleggen. Van joh, wat willen jullie? Okay. Met ideeën. En juist de schakeling met bijvoorbeeld een Sint-Lucas werkt fantastisch goed. Omdat je daarmee de bewoners ook helpt. Ja.
Wij zijn slechts faciliterend. Dus het gaat ook echt over het gesprek op gang brengen tussen die bewoners. Want juist als je de mensen aan elkaar koppelt, is onze ervaring bekend, maakt bemind. En daardoor zorg je ook dat de leefbaarheid in de gebouwen beduidend beter wordt. Oké, dus als ik het goed begrijp, kunst en cultuur geeft voor jullie meer leefbaarheid, een betere connectie. Verbinding. Maar ik kan me zo voorstellen dat er ook bewoners zijn die zeggen, ik betaal verdomme al zoveel geld huur en dan gaan jullie daar ook nog lekker besteden aan allemaal creatieve dingetjes. Dan geef mij maar huurkorting. Heb ik nog niet gehoord. Heb je nog niet gehoord? En als mensen het willen, kijk, dan mogen ze bij mij aankloppen en dan ga ik het uitleggen. Oké. Kijk. Want ik sta ervoor en ik blijf ervoor staan. Oké. En naast jou zit Dini Stolvoort. Ja. Dini, jullie zijn van Samer Ouder Worden in Boxtel. Ik heb jou gesproken, je bent een ontzettende creatieve vrouw. Hoe kijk jij naar dat verhaal van Merlijn in al die initiatieven die jij de afgelopen jaren hebt opgezet? Nou, ik heb heel veel herkenning, maar ik heb ook een kanttekening. Oké. Omdat, dus op twee punten zijn mij blijven hangen, van over dankbaarheid en ook het naar buiten gaan. Ik heb altijd mensen geholpen juist naar binnen te gaan. En kijk, als je iets in de wereld wil veranderen, begint bij een simpel verlangen. Maar dat verlangen heeft bij mensen niet altijd een gezicht of een naam. En ik heb dus in mijn werk altijd mensen geholpen met geleide fantasie en dat soort zaken. Mm-hmm. Om naar binnen te gaan en die rust te vinden. Dus bij zichzelf te raden te gaan. En dan innerlijk het verlangen een gezicht te gaan geven. Dat deden we soms dan. Dus dat ze tekeningen maakten en dat soort zaken. En dan met dat verlangen naar buiten te gaan. En dan de dialoog aan te gaan. Dus niet alleen het buiten te zoeken. En dan ook, hij had een beetje... Dus als ik jouw kanttekening is, je moet het ook van binnen gaan zoeken. Ja, beide. Dus ik denk dus dat een dialoog is tussen jouw binnenwereld en ik denk dat ik ben dus van kunst... Ik denk overigens dat Merlijn het helemaal niet oneens is met jou. Maar ik denk dat hij ook zegt van die buitenwereld heb je nodig om dat innerlijk te kunnen creëren. Maar ik ben van kunst met een grote L, hè, van de levenskunst. Ja. Dus, en dan is het dus de kunst om wat in jou zit, om dat in de wereld te zetten. En daar ben ik dus, en dan ben ik ook van iemand van je leven als kunstwerk. Dus ik probeer eigenlijk van mijn leven een kunstwerk te maken. Dus als ik aan het eind van de rit zit, dat ik met voldoening terug kan kijken van hoe ik mijn leven geleefd heb. En ik had dus een kanttekening bij de dankbaarheid. Bij levenskunst hoort ook dat je dankbaarheid schoolt. Dus het is niet zomaar dat iets jou overvalt waar je dankbaar voor bent. Maar dat kan ook een levenshouding worden. En op het moment dat je die dankbaarheid oefent en traint, dan zie je dat je leven veel rijker wordt. En hoe school je dankbaarheid? Ja, door stil te staan bij dingen. En er zijn bijvoorbeeld hele kleine dingen. Mensen die het moeilijk hebben, depressie, geven ze 3 steentjes. Als je gelukkiger wil worden, dan doe je in de ene zak 3 steentjes. En als je dan een moment hebt waarin je een stukje geluk of dankbaarheid ervaart, dan pak je steentje van de ene zak, doe je het in de andere. En doe je even dus daar bewust bij stilstaan. En als je mensen dat een tijdje laat doen en dan iedere keer die steentjes naar de andere zak gaan, dan zie je dat ze meer geluk ervaren in het leven. Dus dat is toch wel heel mooi. Het is wel een mooie aanvulling op het verhaal van Merlijn. Ik kijk heel eventjes naar bewustzijn. Hè? Volgens mij schrijf jij daar ook over in jouw boek. Dat bewustzijn ook, dat je moet ervaren wat er gebeurt. Hè? Ja. We zijn heel erg geneigd om iets te ervaren en niet in het moment te zijn, als ik jou ook goed begrijp. Ja, en ik zit hier ook vanuit Samen Ouder Worden in Boxtel. Dat is een van mijn initiatieven. En dat is wel leuk, want wij gaan voor een goede oude dag. En we zitten hier voor het goede leven. Maar toen wij onze visie maakten, we hebben niet gezegd een gelukkige oude dag. Want je vroeg straks, stelde vragen of jullie een goed leven hadden. Maar wij denken dat bij een goede oude dag ook hoort pijn en omgaan met lijden. Want dat gebeurt, je verliest dierbaren. Je verliest misschien je gezondheid, je moet noodgedwongen verhuizen. Je wordt geconfronteerd met je eindigheid en dan moet je dierbaren achterlaten. Ja. Dus in een goed leven horen niet alleen mooie dingen, hoort ook voor mij de kwetsbaarheid. Hè? En ook de omgaan met pijn. Dus dat wilde ik aanvullen. Mooi, heel mooi. André, we zitten in Podium Boxtel. Dat zit in jouw school, Sint-Lucas. Jullie leiden de kunstenaars van de toekomst op. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, dat verhaal van Merlijn, is dat iets wat actief wordt meegenomen bij jullie in het onderwijs? Nou, ik zag een aantal herkenningspunten in het verhaal van Merlijn. En het past ook goed bij onze
nieuwe visie 2025 die we vorig jaar hebben gepresenteerd. Dat we zeggen van, we willen studenten gaan opleiden op een betekenisvolle creativiteit. Dus hoe kun je creativiteit nu betekenisvol maken? Okay. Voor de maatschappij en voor de verbinding. En hoe gaan we studenten daarin meenemen? Hè? De studenten komen met een eigenheid, komen ze binnen. We willen ze nieuwsgierig maken, we willen ze onderzoekend maken. De empathie ook behouden. Maar hoe kun je nou die eigenschappen die je ontwikkelt verbinden aan thema's die in onze maatschappij spelen? En ik moet toevallig net even denken, moest ik bij jou een voorbeeld, of bij jouw verhalen denken, we hebben studenten van onze opleiding vormgeven in ambacht vanuit glas. Die hebben glas- en loodramen gemaakt voor het Maxima ziekenhuis. Mm-hmm. Vanuit de gedachte van, enerzijds de waardering voor alle zorgpersoneel in deze heftige tijd. Ja. En aan de andere kant ook de steun en de strijd die mensen hebben gevoerd en familie hebben gevoerd in het ziekenhuis. Dus er hangen nu 9 panelen in glas en lood. En dan kom je eigenlijk heel dicht bij kunst en cultuur. En hoe geef je die betekenis? Ja. En hoe geef je die vanuit je eigenheid als student? Het leven. Ja. Ja. Dus jullie proberen ook je studenten minder het woord, ik maak dit omdat het mooi is. Daar moet wel echt een diepere betekenis achter zitten. Daar willen ze nu voor gaan uitdagen. Ja. Want je bent als kunstenaar, je staat ook in het leven. En hoe ga je die twee nu ook verbinden? En hoe kun je nou vanuit eigenschappen, hè, dat is een beetje de traditionele discussie, van je kunt autonoom maken vanuit jezelf. Ja. Of je werkt wat meer opdrachtgericht. Ja. Nou, en probeer die twee nou eens te verbinden. Het moet geen discussie zijn tussen twee, want je moet ook je eigenheid kunnen hebben. Ja. Maar in die glas- en loodpanelen zie je ook de eigenheid van die student. Hoe hij of zij betekenis geeft aan deze tijd waarin we leven. Ja. En waarin dus ook die zorgmedewerkers. Oh, ja. En hoe prikkel je die student dan om buiten die comfortzone te treden? Hè? Want ik neem aan dat niet elke. Het zijn jonge mensen, het is MBO, hè? Welke leeftijd is dat? Ja, dat is dus vanaf 16. Vanaf 16. Ja. Die hebben natuurlijk nog niet die levenservaring waardoor ze die betekenis aan dat culturele kunnen geven zoals Dini dat misschien kan. Ja, sorry Dini, jij hebt volgens mij veel meer levenservaring dan een gemiddelde student. Hoe prikkel je die studenten om toch die empathie in zich op te zoeken? Ja, ja. Nou, ik persoonlijk denk ik dat ook het mooie is, het pure is nog in de jeugd. Hè, soms ook heel onbevangen kijken en daardoor thema's op kaart leggen of vragen stellen die wij soms met onze levenservaring niet zouden stellen. Je ziet ook wel van die studies, als je kinderen in de leeftijd tot en met 6 jaar, die zijn mega creatief. Die tekenen buiten lijntjes, dus je kunt een papiertje pakken en een lijntje tekenen, maar die tekenen eromheen. En wij zijn gewend binnen de lijntjes te blijven tekenen. Ja. En laten we nu die studenten ook proberen, dat kwam net ook terug even bij design thinking, van als je praat over nieuwsgierige houding of onderzoekende houding, juist dat proberen aan te nemen. En durf eens buiten die paden te gaan, vanuit je eigenheid, vanuit jezelf. Ja. Ik zag jou driftig knikken, Dini. Waar sloeg jij op aan? Nou, mijn zoon, ik had echt van die grote vellen waar ze vroeger de krant op drukte om te tekenen. En dat was nog niet groot, want die tekende door. We hadden zo'n vinylvloer, dat was een beetje grijs-wit. En die tekende gewoon door. Ja, hij kon verwijderen. Maar het is wel leuk, hij is econoom, dus hij heeft zijn hersengebruik, maar hij is ook kunstschilder. Dus hij heeft het wel doorgezet in zijn leven. Het is wel een leuke verbinding, want jij komt juist uit de financiële. Want hiervoor heb je bij Avans gewerkt. Ja, klopt. En zat je juist meer op de ICT en meer bedrijven? Ja, ik ben van nature een econoom. Ja. Dus ik heb een economische opleiding ook gehad. En de afgelopen 10 jaar was ik verantwoordelijk voor alle technische ICT en creatieve opleidingen bij Avans Hogeschool in Den Bosch. Ja. En ook juist ook daar de dialoog, die zijn iets ouder. Maar als je ziet hoe puur studenten kunnen denken of van een ander perspectief. En daar nodig je ook eens toe uit. Hè? Van, nou, weet je, dit heb je nu ontworpen of gemaakt of als prototype gemaakt. Bekijk nu met anderen nog eens een keer opnieuw naar dat prototype. En wat gebeurt er dan? Dat is heel mooi, want dan ontstaat. Heeft het jouw mind als van oorsprong meer de economische bedrijfsmatige kant, door nu die verbinding te maken met kunst en cultuur, heeft het jou veranderd? Ja, het ontwikkelt mij ook, om daar weer eens op andere manieren naar te kijken. Ja, en kan jij iets concreets noemen waarin het je veranderd heeft? Nou, vorige week hadden we een aftrap met onze nieuwe medewerkers. Dus daar trappen we altijd mee af. En leggen we onze visie uit, waar we voor staan. En hadden we een voorstelrondje. En dan zei ik altijd, nou, jullie mogen allemaal gele stickertjes. We hebben een mooi verhaal gehouden, ook bij de aftrap van dit jaar. Welke vragen hebben jullie nou gewoon over de school of over mezelf? En toen zei iemand, welke opleiding zou je nu kiezen? En toen heb ik gezegd, ik zou keramiek kiezen.
Terwijl ik eigenlijk in de laatste jaren in techniek, ICT en data heb gezeten, econoom. En dan waarom? Om gewoon zelf iets te kunnen maken en te bedenken vanuit mezelf. En zou jij nog een ander ding willen kiezen, Inge? Als je ooit nog zo nu iets creatiefs kan gaan doen, wat zou je kiezen? Nou, ik merk dat glas in lood verhaal, dan denk ik, oh fantastisch. Ik begin meteen te schakelen, wat kunnen we daar met Joost mee? Maar goed, dat komt. Oh, heerlijk. Nee, wat kunnen we daar met Joost mee? Ben ik nog niet uit, maar ik vind het wel heel mooi. Ja, ik zie inderdaad al meteen weer een verbinding hier liggen. Nieuw pand van Joost met nieuwe glas en lood erin. Zeker. Ja, panden hebben we genoeg, dus daar is vast wel ruimte ergens. Heel goed, heel goed. Hey, en kunnen jullie een voorbeeld geven van iets wat in ieder geval kan jij dat geven, waarin Sint-Lucas voor jullie het verschil heeft gemaakt? Want er zijn natuurlijk legio-kunstenaars die je kan betalen, maar waarom juist studenten? Waarom juist studenten? Nou ja, dat is natuurlijk het unieke wat we hier in Boksel hebben. Ik bedoel, wij zijn in principe de grootste corporatie hier. En het is uniek dat Sint-Lucas hier ook zit. Dus hoe mooi is het dat je dan ook je maatschappelijke rol pakt en ook de studenten gewoon een praktijkopdracht mee kan geven. Dus dat is voor mij eigenlijk een heel logisch gevolg dat we dat doen. We hebben bijvoorbeeld de muurschilderingen bij Hoogheem. De 7 grote flats die we hier in Boksel hebben. Ze hebben allemaal een naam. En die naam hebben studenten van Sint-Lucas allemaal vormgegeven in muurschilderingen. Samen met alle bewoners die er zitten. Ja. Dus dat is een heel mooi voorbeeld wat ook blijft. Marlijn had natuurlijk een voorbeeld waarbij een kunst- of cultuuropdracht dat vergankelijk is. Dat het even is en daarna weg is. Nou ja, dit is iets wat wel blijft. Ja. En dat vind ik ook heel mooi. Ja, lijkt mij ook. Ja. Zeker. Hey, en Dini, heb jij nu na het verhaal van Marlijn zoiets van, Oké, ik ga in de dingen die ik doe. Want je bent, dat vind ik heel mooi, je bent echt een burgerinitiatief, hè? Zo begonnen met samen ouder worden in Boksel. Ja, veel meer initiatieven. Dat is je bent eigenlijk van de burgerinitiatief, hè? Ja, dat vind ik heel mooi. Meer initiatieven. Ja, maar heb je nu het gevoel van, ik zou eigenlijk, ik mis nog iets in mijn groep, hè? Het kan zijn dat jij zegt, ik heb die levenskunst wel in mij, maar misschien zeg je, in de mensen om mij heen zou ik nog wel een verandering willen laten plaatsvinden. Nee, ik denk, dus ik heb het geluk een paar goede maten getroffen te hebben, hè? Want ik ben eigenlijk 13 jaar bezig geweest om in Boksel een ouderbeleid tot elkaar te krijgen. En daar heb ik echt veel aan getrokken en heb ik allerlei wegen voor gezocht. En het is mij niet gelukt, niet via de seniorenraad, niet via de adviesraad Sociaal Domein. En wij zijn eigenlijk een beetje Sjors van de Rebellenclub geworden, zeg maar. En ik zit nu met iemand die het initiatief heeft, zeg, van het hobbycentrum. Die actief is op de kinderboerderij om daar ook een stuk leefbaarheid en daar een functie voor de wijk te vervullen. En dan de oprichter van ouderenregie. En ja, wij zijn allemaal natuurlijk wel initiatiefnemers, dus een beetje ondernemers. Maar ik denk dat we elkaar aanvullen. Ja. En dat we ook wel oppassen, want we zijn allemaal natuurlijk een beetje gedreven. Ja, want je moet niet 3 kapiteins op één schip hebben. Nee. Dus het is ook heel goed, we zijn een initiatiefgroep, maar eigenlijk moet een regiegroep komen. En kijk, voor dat goede leven zetten wij op 4 dingen in. Het eerste, goede woning en woonomgeving en woonvormen. Mm-hmm. Dus dat is ons grote verlangen nu, dat er eindelijk eens leuke woonvormen voor ouderen in Boksel gaan komen. Daarnaast zetten we in op vitaliteit en gezondheid. Want ja, als je weer erg van de week hebt gehoord, de noodklok is geluid, de zorg, die is niet meer houdbaar. En dan zitten we in op verbondenheid en op zorg. Okay. En dus dat zijn 4 pijlers en dan gaan we gewoon een beetje splitsen. Ja. En ik wil graag op vitaliteit en gezondheid en verbondenheid door. Ja, verbondenheid, hè? Ja. Dat is ook wel een kernwoord als ik het zo hoor. Maar ik heb wel een verlangen. Kijk even naar de wet. We moeten even de kans grijpen, hè? Vandaag of niet. Dus we die gaan we dadelijk bevragen. Okay. Dus stel je vraag, dan pakken we hem er zo meteen. Het blijkt gewoon uit onderzoek in het land dat kunst zoveel kan doen voor ouderen, voor een zinvolle oude dag. En of nou, zeker voor verbondenheid en contacten. En zijn mensen gaan zich ook fysiek beter doorvoelen. En ja, ze worden weer een beetje levend, hè? Hun emoties worden wakker. En daar is echt veel onderzoek naar gedaan. En in Boksel krijg ik dat niet van de grond. En dat is wel een heel groot verlangen van mij, wat ik bij deze even tentoonspreid. Ja? Dankjewel, dank jullie wel. Jullie mogen weer lekker op je plek gaan zitten. Ik ga even naar de zaal. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, zijn er nog meer mensen? Want ik voel hier een kleine frustratie bij Dini over dat ze iets niet van de grond af krijgt in de gemeente. Nee, frustratie. Want ik leef niet vanuit frustratie. Oh, oké, heel goed. Ik ga vanuit mogelijkheden en ik heb altijd hele goede samenwerking gehad met de gemeente. Oké.
Heel mooi, dat is een goed antwoord. Maar ik voel je wel de vraag van... Het verlangen. Ja, dat is duidelijker gezegd. Zijn er meer mensen hier in de zaal die een verlangen hebben om iets van de grond te krijgen in Boksel, wat maar niet lukt? Zijn er verlangens? Vertel. Nou, prachtig, allerlei initiatieven in Boksel. Vanuit stichtingen, subsidie gerelateerd noem ik het dan toch maar. Maar er zijn ook heel veel andere initiatieven in Boksel. Dan misschien toch meer vanuit het ondernemerschap, waar ook van alles gebeurt. En die verbinding, die mis ik nog een beetje. Je mist de verbinding tussen ondernemers en gesubsidieerde instellingen eigenlijk. En heb je een oplossing daarvoor? Nou, gewoon doen. En gewoon met elkaar meer elkaar opzoeken. En elkaar een antwoorden op mailtje als je die stelt. Oké. Heel simpel. Kan je mij heel even duiden wat en welke... Nou, wij hebben een kunstcafé Coupé hier in Boksel. En wij doen heel veel voor kunst en cultuur. Okay. En wij proberen daar soms met anderen ook verbindingen te leggen. En dat lukt dan meestal niet, of vaak niet. En dat komt, en maar zo ervaar ik het hoor, dat ze ons dan zien als een commerciële partij. Ja. Wat we heel klein beetje zijn, maar eigenlijk ook helemaal niet. Nee. En dat vind ik dan jammer. Ja. Dus in die zin kunnen wij nog heel veel verbinding leggen. Ik kan me ook wel voorstellen dat jullie een beetje op het snijvlak zitten. Hè? Dus een beetje... Ja, maar je moet het niet apart zien. Nee. En die is ook gewoon niet. En dat ervaren we soms. Ja. En wij gaan daarnaast gewoon lekker onze eigen gang. En dat gaat prima. Ja. Maar ik denk dus dat het is eigenlijk een open uitnodiging. Hè? Dus zeker. Iedereen die dit hoort, die zegt... kom naar Kunstcafé. Nou ja, en andersom vinden wij het heel leuk om met andere partijen ook... Gewoon dingen samen te doen. Ja. Nou, laten wij binnenkort een keer bellen dan, zou ik zeggen, vanuit de bibliotheek. Ik denk trouwens dat er veel meer samengewerkt kan worden in Boksel. We hebben bijvoorbeeld ooit Kunstlicht bij ons binnen gehad. Die zijn opeens vertrokken, zien we niet meer. We hebben nu weer kunstenaars van Kunstlicht binnen. Maar het zijn allemaal losse groepjes. Er is geen overkoepelend iets wat sturing geeft. Daar hebben wij regelmatig op aangedrongen, ook bij diverse partijen. Dat gebeurt gewoon niet. En wij staan nu dus weer te kijken. Ik heb nu alweer notities gemaakt. Ik heb alweer gehoord van twee stichtingen waar ik dus... Die we gewoon helemaal niet kennen ook. Niet kennen als burger. Nooit van gehoord. Nee. Nou, dat hebben we een mooie ontmoeting weten te creëren, toch? Ja. Ik zag daar Arjen heel wild met zijn blaadje zwaaien. Ik moet even op Kunstlicht reageren. Ik ben geen voorzitter van Kunstlicht, die zit in de zaal. Maar Kunstlicht is niet vertrokken uit Boksel, maar had gewoon even geen plek. En ook daardoor is het even... Ik heb die verbinding, hè, wij hadden een leegstaand pand. Dus ik heb gezegd, tijdens de culturele kom bij ons in de winkel. 300 vierkante meter, ook nodig ook iedereen uit om te komen kijken. Hè. Maar eigenlijk ook een oproep, in vervolg op wat er net gezegd is. Er staan wel eens vaak etalages leeg of panden. Hè. Er is heel vaak door Kunstlicht ook aangegeven van mogen we daarin etaleren tijdelijk. Hè. Dat is vaak heel moeilijk, maar toch wil ik ook weer die oproep doen, die verbinding. Tussen Kunstlicht en de mensen en de winkels of de winkeliers in de straat. Hè? Ja, het is misschien nog niet eens de winkeliers. Hè? Het zijn natuurlijk ook gewoon de makelaars en de commerciële partijen die panden bezitten. Dat lukt soms wel, dat lukt soms ook niet. Maar goed, misschien door hier dit te roepen. Nou, ik zeg genoeg stof. Hans Heze, ik vraag jij naar voren. Want hij is zelf een fervent cultuurmaker. Zijn ouders hadden een kunstgalerie in Boksel overigens. Oh, je mag hier gaan zitten, sorry. Excuses. Hij zong zelf 22 jaar in verschillende kerkkoren. Je speelt trompet. Speel je nog steeds trompet? En, mijn trompet is geconfiskeerd door mijn dochter. Ah, kijk. Nou, dat wordt in ieder geval doorgezet. Ja. Je stond 12 jaar voor de klas in het hoger onderwijs. Op de Has in Den Bosch, volgens mij. Mm-hmm. En sinds februari ben je wethouder cultuur in Boksel. Mag ik een applaus voor Hans Heesen? Ik zie toch wel ik hoor zo wat dingetjes. Ik denk, wat is dat voor een mooi initiatief? Het zou mooi zijn vanuit die gemeente om die verbinding wat meer te gaan vormgeven. Voelde jij hem ook? Ik hoor het net ook, hè? De verbindende rol. En wat is dat, de rol van de gemeente? Dat vraag dat is de vraag. Ik vraag het meer. Zie je daar een rol in vanuit de gemeente? Of precies. Hè? Wat is de rol van de gemeente? Nou, we zijn net begonnen, hè, als wethouder. En ik ben eens gaan kijken wat het beleid is van die gemeente en hoe die faciliteert als gemeente. Maar ik denk dat de rol van de gemeente echt een faciliterende rol is. Daar hoort natuurlijk ook financiële middelen bij, daar komen we zo meteen natuurlijk ook op. Maar ik denk dat dat echt de rol is. Het verbinden, het faciliteren, het steunen van nieuwe initiatieven. Ik denk dat dat zo is. En vooral ook luisteren. En dat hoor ik graag de komende jaren. Kom naar mij toe,
praat met mij en vertel me wat er in Boksel moet gebeuren. Ik heb zelf een heleboel ideeën, maar ik zou ook graag van u allemaal, en ik kijk u allemaal aan, ook horen, wat wilt u dat er in Boksel gaat gebeuren? Dat kan met ouderen zijn, maar met jongeren net zo. We zien een heleboel nieuwe initiatieven de afgelopen jaren, die het vorige college gelukkig ook heel goed heeft gesteund. En er komen weer nieuwe initiatieven. Ik sprak van de week met Maarten ter Meer over Landgoed Velder, waar hij een Bras en Woets festival wil gaan houden. Nou, het zou heel mooi zijn als de harmonieën van Fares zich daarbij kunnen aansluiten. En daar we het eerste weekend van juli volgend jaar een heel mooi festival kunnen gaan houden. Nou. Ja, prachtig. Ja. En je zegt het zou heel mooi zijn. Mm-hmm. Zie je daar dan, zeker in die verbinding met al die fanfares en harmonie, zie je daar dan een verbindende rol vanuit de gemeente? Of heb jij vooral zoiets van, het is aan jullie? Want ik zie hier ook, weet je, er zijn heel veel initiatieven die niet van elkaar weten. Mm-hmm. En je zegt zelf, we zijn verbinder. Mm-hmm. Is het dan niet ook aan de gemeente om daarin te faciliteren dat die verbinding tot stand kan komen? Nou, je faciliteren en verbinden. Ja. En de verbinden moet dus kijken hoe die rol is. Is die rol voor de gemeente of moeten we dat samen doen? Ja, dat is ingewikkeld, hè? Ja, dat is ingewikkeld. En nou, moeten we eens goed over nadenken. Dat faciliteren. Ik zit ondertussen af en toe aan mijn microfoon een beetje te pullen. De faciliteren is soms permanent. Soms is dat tijdelijk. Soms moet je initiatieven geven. En ik vergelijk het maar een beetje met de sport. Als we als gemeente de sportclubs met sportvelden niet faciliteren, dan hebben we morgen geen voetbal meer, dan hebben we geen hockey meer. Maar de dartclub, die alleen een pijltje op een bord gooit, met hoeveel respect ik daar ook voor heb, heeft veel minder kosten. En zo is het in kunst en cultuur ook. Sommige kunst en cultuur, sommige verenigingen hebben echt wat permanente ondersteuning nodig. Als je heel veel instrumenten hebt, heb je hele grote kosten. Ja, en een zangkoor. Ik heb zelf jaren gedaan, heb je natuurlijk veel minder kosten. Ja. Nou, ik moet er niet aan denken dat we geen fanfares en harmonieën meer hebben in onze gemeente. En daar zijn we rijkelijk mee bedeeld. En er mogen best wel wat leden bij komen volgens mij. En dan denk ook graag met hun mee, hoe kunnen we daar jongeren weer bij betrekken. En die moet je soms wat meer permanenter faciliteren. Ja, nou. Ja. Kom er lekker bij zitten, Marlijn. Leuk. Voordat jij een vraag stelt, ik ben even benieuwd. Want je zegt zelf, het zou mooi zijn als er bij die muziekverenigingen wat meer jongeren zouden komen. Nou is een hele tijd terug, is ook de muziekschool uit Boksel eigenlijk, zoals die altijd was, verdwenen. Ja. Ik denk dan meteen van, ja, dat is dan eigenlijk ook zonde. Dat je ziet die noodzaak, maar het is zonde dat zoiets is afgebroken. Hoe kijk je daar nou nu in deze rol dan naar? Ja, nou, ik ben zelf trompet gespeeld bij die muziekschool. Ik heb jarenlang in het huis van Joop Felix gewoond, waar ooit door Suis de eerste muziekschool is gestart. De oudere bokselaren die weten dat. Dus ik heb jaren in de allereerste muziekschool, ben net verhuisd en zit niet meer dagelijks in de eerste muziekschool. Dat doet me best wel zeer. Hè. Ik vind dat wel jammer. Aan de andere kant, we zien ook weer nieuwe initiatieven. Hè. En die nieuwe initiatieven, en Marlijn zegt, kom met creativiteit, kom met nieuwe initiatieven en die kunnen we ook steunen. Nou, we zien verschillende muziekscholen die dat op hun eigen manier doen. Nou, en daar ben ik eigenlijk wel heel enthousiast over. Ja. Ja, dus je bent er eigenlijk enthousiast over dat het nu veel meer vanuit de samenleving komt dan dat we een instituut optuigen om vanuit de overheid zoiets te kunnen Er zijn verschillende initiatieven in de plaats komen die heel goed draaien. Ik ben van de week nog in de Angela School geweest, waar de muziekschool ook Muzebox een plek heeft gevonden. Ja. Wat dat betreft, we hebben natuurlijk ook via de brede school onze CMK-regeling die we in uitvoering brengen. Die scholen ondersteunen met allemaal. Dat was toch wel even de vraag of die doorging natuurlijk. Ja, nou die vraag was er eigenlijk niet, maar die moest dat eerst, dat had meer met de overgang te maken. Ah, okay. Nou, dus dat was gewoon wat onduidelijkheid. Dus daar is eigenlijk nooit Dat is gelukkig nooit onder. Nee. Maar Marlijn, nou, ik werd getriggerd door het woord luisteren, want dat lijkt me inderdaad heel wezenlijk aan volksvertegenwoordiging en bestuur. Maar dat luistervermogen. Je zei al van mensen kunnen naar me toe komen. En ik weet ook vaak dat mensen soms brieven schrijven of zelfs hele projecten indienen. En dat is fantastisch en knap als mensen dat kunnen. Maar er zijn natuurlijk ook hele zachte stemmen. En wat zijn nou de plekken of de manieren hoe echt zachte stemmen misschien zelfs
mensen die een verlangen hebben die ze niet eens in woorden kunnen uiten, mm-hmm. hoe we dat toch kunnen horen. Ja. Zijn daar vormen voor? Is daar plek voor? Ja, ik ga in op wat jij zegt, Marlijn, want die zachte stem, ik heb jarenlang met best wel een harde stem in een koor gezongen, maar ik zit hier in een blauw pak met een blauwe blouse, heel bedrijfskundig, bedrijfsmanagement gestudeerd, maar ik heb die zachte stem van die artiest zit eigenlijk, als ik hier dat podium oploop, dan kriebelt het wel, zou ik maar zeggen. Ja. En hoe kun je die zachte stem, ten eerste moet ik mezelf maar eens laten zien, ik heb er nu echt geen tijd voor, maar over een paar jaar weer lid te worden van vereniging. Ik hoor harde stemmen en Dini benadert mij regelmatig met hoe ouderen en cultuur verbonden moeten zijn. Maar bij jongeren zitten ook fantastische initiatieven. Ja. Hè? En dat denk ik aan de Tunnel Vision. En dat denk ik aan de verschillende festivals die met rap en muziek te maken hebben. Er zijn zoveel nieuwe dingen. Ja, ik sta er open voor. Ja. Hè? En laat ze tot mij komen. En ook deze oproep, ook aan jongeren. Kom naar me toe. Maar misschien heb jij nog ideeën, Marlijn, hoe jij denkt dat het moet. Fascinerend dat we 6 minuten, 10 minuten geleden al iets voelden van, oké, om hier samen te komen, mm-hmm. ontdekken we ineens mensen die we misschien nog niet kennen. Ik zeg we, ik woon natuurlijk niet hier, maar ik zie van, er zijn heel veel linkjes die niet zichtbaar zijn, maar die potentieel hele mooie verbindingen kunnen zijn. Dus een bijeenkomst als dit is denk ik mooi. Maar wat zijn inderdaad de rituelen? Wat zijn inderdaad de eerste zaterdagochtend van de maand of de tweede dinsdag? Weet je, van die regelmatige, van die plekken waar je kan komen, mm-hmm. waar je misschien dromen kan delen, waar het niet raar is als het niet realistisch kan, niet realistisch is. Ik geloof dat we ons moeten bevrijden soms van de compromissen, want daar worden we heel snel in gedwongen, van, het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Ik denk dan van, zo'n plek, daar is dat Kunstcafé Coupé voor. Nou, of zeg jij van, nee, maar ze zouden eigenlijk een ritueel moment moeten creëren van elke eerste zaterdag van de maand, dan is er bij ons een open kunstcafé. Ik proef dat het hier ligt, dat we misschien de plek hebben. Nou ja, en dat we, maar ook dus de relatie met het stadhuis. Gemeentehuis, hè? Gemeentehuis, ja. Dus het luistervermogen van de gemeente. En die stem van inderdaad die kunstenaar, of die misschien dat niet in woorden kan uiten, maar wel in een beeld, of in een dans, of in muziek. En als dat samenkomt... Dus, ik probeer het even concreet te maken, hè? Is het een vraag aan Hans om... op het moment dat hij die jonge energie voelt ergens, niet te wachten tot ze hem bellen, maar zelf te zeggen, hallo, ik ben de wethouder, hier heb je mijn nummer, of kan ik iets voor je doen? Die vragen al open te stellen, in plaats van dat je heel erg op een afwachtend zit. Ik stel me voor dat het luisteren zal bij jou natuurlijk gaan met woorden, maar ook liefst ook met wat cijfers die erachter zitten en een plan met een timeline, want dat is gewoon perfect, want dat past in... De structuren zoals die er liggen. Dat klopt helemaal. Als je maar aanvult. Kijk, je hebt een plan. En die heb je als gemeente. Met dat plan zijn we heel hard bezig. Maar we nemen jouw gedachten mee. Jeroen Pijnenburg is er ook. Nieuwe beleidsmedewerker op kunst en cultuur. Waar zit je, Jeroen? Hij zit daar. Hij is daar. Ja. We nemen dat mee, Jeroen. En goed idee. En een plan. Ja, tuurlijk. We zijn bezig met de cijfers in Boksel. We hebben een groot tekort. Ik beloof daar helemaal niks over, want er is nog geen enkele beslissing over genomen. We zijn er wel heel hard mee bezig. Maar het geldt niet alleen voor de gemeente dat je een goed plan maakt. Als je met nieuwe initiatieven komt, dan moet er eerst een platform zijn waarbij je ons kunt bereiken. Maar als je nieuwe initiatieven hebt, kom naar ons toe. Maar maak ook een goed plan. En sommige initiatieven kunnen we langjarig steunen. Maar, dat vind ik wel maar de meeste initiatieven, je kunt je een paar jaar steunen. Maar wat is een goed plan? Ik vind het altijd een hele vage. Wat is een goed plan? Ja, nu vraag je aan een bedrijfskundige wat een goed plan is. Ja, nee, want het is natuurlijk een beetje het gevaar dat een kunstenaar vindt dit een heel goed plan. Ja. Maar die spreekt niet de taal van de ambtenaren. Hè? Daar loopt het heel vaak op mis. Ja, nee, dat klopt. Is dat dan iets wat de kunstenaar moet veranderen? Of is er iets wat er intern veranderd moet worden? Nee, nou, een plan begint met wat is je droom? Ja. En wat wil je? Dat is een revolutie. Want heel vaak begint een plan met, wat is je compromis?
Ja. Nou, voor mij is dat geen revolutie, voor mij is dat een vanzelfsprekendheid. Nou, ja. En dat geldt voor een ondernemer en dat geldt voor een artiest. Dat is precies, ja. Als je niet doet wat je droom is, dan gaat het geen succes worden. Nee. Ja? Dus, nou, dus je gaat je passie volgen. Hè? Dat is wat we tegenwoordig heel vaak zeggen. En, dus vertel wat je droom is en geef die droom vorm. En nou, daar kunnen we nog heel veel boeken over geschreven hoe je dat moet doen. Maar uiteindelijk zit daar ook een financieel... Ik heb een paar weken geleden ook een ambtenaar gesproken die zei, ja, maar plannen waarin staat duurzaamheid en verbondenheid en eigenlijk alle containerbegrippen, dat is voor een ambtenaar herkenbaar en dan wordt het al sneller goedgekeurd dan iemand die eigenlijk in gewoon mensentaal een plan schrijft. Daarvan denk ik dan, van is dat niet de omgekeerde wereld? Maar, dat zeg ik het eerst. Vertel eerst wat je droom is, wat je artistieke droom is. En vertel dan je zakelijke kant, zorg dat die ook op orde is. Ja, en wellicht als die droom in een... En ik kijk weer naar jullie en ook mensen die dit natuurlijk van afstand zien. Als het eerst de tijd heeft om inderdaad een droom te mogen zijn... Mm-hmm. En niet meteen realistisch te moeten worden, zodat mensen zich aanhaken. En misschien iemand die met woningbouw of met vergroening bezig is, die niet meteen het snapt, maar wel al iets voelt, dat daar gezocht kan worden. En dat het dus ook niet direct inderdaad hard gemaakt hoeft te worden, maar dat we eigenlijk, zoals je ook een vruchtbare grond creëert, het ruimte om te ontkiemen. Dat vind ik vooral heel interessant. Van waar is de speelruimte? Als heel erg naar voren gebogen zitten. Je zit er helemaal in. Ik ben even benieuwd naar jouw reactie. Oh, nee, ik zit echt enorm te luisteren. Ja. Ja, er gaat heel veel door me heen. En straks als ik thuis ben, dan weet ik precies wat ik moet zeggen. Maar nu ben ik even helemaal in het verhaal. Nee, dat vind ik, maar ik vind het heel mooi. Ik zie jou heel erg aandachtig luisteren. Ik zit ook helemaal in de kunst- en cultuursector. En ik hoor van alles. En er gaat heel veel door mij heen. Want we hebben heel veel meegemaakt de laatste jaren in Bokstel. En ja, goed... Dat zijn pijnpunten en zoeken in mogelijkheden, zoals Dini zei, dat is heel fijn. En wat doe je hier in Ik geef heel veel les, creatieve lessen en wij hebben samen het Levend Schilderij. Ah ja, ja. En wij staan op Bokkensprongen en we hebben nu een tentoonstelling bij Kunstlicht. Ja, dus ja, kunst. Ja, prachtig. Ja. Zijn er mensen die vragen hebben voor de wethouder? Want ik kan me zo voorstellen, die spreek je niet elke dag. Ja, ik kom zo bij jullie. Ik ga eerst even naar deze meneer hier. Henk, stel je vraag. Nou, het is een vraag aan de wethouder, maar eigenlijk aan ons allemaal. Dini geeft aan met ouderen in regie, dat hij eigenlijk vanuit zichzelf die kunst en cultuur en creativiteit gebruikt om beleid te maken wat eigenlijk nu door de gemeente wordt omarmd. Als je kijkt naar wonen, Joost gebruikt dat om voor bewoners dingen te gebruiken. Dus mijn vraag is eigenlijk meer aan ons en aan de gemeente. Als we die kracht nu eens gebruiken, die kunst- en cultuurkracht die hier zit en die creativiteit, als we die ook gebruiken voor onderwerpen net als jeugdzorg, wat een groot probleem is, kunnen we die niet op een andere manier aanvliegen? Wat we tot nu toe doen is dat we het vaak in het gemeentehuis onder elkaar zitten te bekijken, de ambtenaren die ervoor gestudeerd hebben. Maar de mensen die erover gaan, die zijn er eigenlijk niet zo echt mee betrokken. Ik vind het een goede vraag, Henk. Kunnen we dat soort problemen niet eens op een andere manier aanpakken? Hans, jij zit vast ook met een heleboel problemen. Een heleboel problemen. Ja, een heleboel problemen. Ja. Kun je daar nou eens die kunst- en cultuurkracht voor in gaan zetten? Ja, weet je, we hebben alle heel wat... ik bezoek sportclubs, ik bezoek scholen. En ik bezoek ook onze verenigingen op kunst en cultuur. Alleen met corona is dat nog niet zo gelukt. Misschien moet ik dat eerst even zeggen. Ik ben ontzettend blij dat wij hier... weer allemaal samen zijn. Ja. Ja? Het is nog in een kleiner gezelschap. We moeten nog voldoen aan allerlei regels. Maar ik vind het wel heel prettig dat we weer... Maar er is nog even geen antwoord op mijn vraag. Nee, is geen kunnen antwoord wij die kunst- en cultuurkracht inzetten voor die... Misschien moet je het ook even aan Jeroen vragen. Jeroen die is bij Museum Bokstel geweest. Ik ben daar voor de vakantie geweest. En die legde meteen de connectie ook met ouderen. Misschien, Jeroen, mag ik het... Jeroen, ik ga jou even, kom even naar jou toe. Ik wilde eigenlijk alleen maar luisteren. Ja, helaas. Ja, bedankt Hans. Hans kan het zelf niet beantwoorden, dus hij zet jou in. Ja, ik ben voor de meesten geen onbekende. Maar ik ben heel blij dat ik per 1 augustus voor de gemeente Bokstel mag werken op de postcultuur. Daar heb ik niet voor gestudeerd. Maar weet ik wel heel veel vanuit het werkveld, zeg maar, als vrijwilliger. Ik kom zelf uit het sociaal domein. Daar ben ik de laatste 15 jaar als ondernemer actief.
En wat ik hier allemaal hoor, daar word ik heel erg blij van. Want daar had ik eigenlijk ook in gedachten toen ik hier kwam of wilde gaan werken. Ja. Van ik moet meer met elkaar verbinden. En meer de toegankelijkheid vergroten. Ook voor andere groepen. Hè, dus er werd in het al gezegd jongeren. Want dan mis ik af en toe nog een beetje. Ja. Dus daar ga ik ook zometeen ook actie in ondernemen. Dus ik ga ook op pad. Maar wat Hans op doelt is, je hebt een prachtig museum Boksel. Ik was er nog niet binnen geweest. Ik ben er als een van de eerste weken daar langs geweest. Ja. Dus, ja, ik nodig ook iedereen uit om daar naartoe te gaan. Het ja, is dat is bij deze, museum Boksel, ja. Bij de Sint-Ursula. Maar die vragen ook om meer toegankelijkheid, dus naar andere doelgroepen. En ik dacht van, nou, heel simpel, je hebt Simonshof, hè, zo heet het dan nog. Mm-hmm. Of de oude Simonshof, hè, van de Eldergroep. Je hebt daar ook mensen die met eenzaamheid zitten of met dementie. Zou je daar de verbinding kunnen leggen met museum Boksel? En dan ga ik al denken, een klasje met voorwerpen. Kent u dit nog? Kent u dat nog? Ja, oké, maar dit zit hem nog heel erg op leuk. Want dan brengen we de ouderen naar de kunst en cultuur. Ja. Maar ik ben eigenlijk meer benieuwd naar, kunnen we ook die kunst en cultuur naar al die dossiers gaan brengen? Hè? Die ambtenaren, die zitten daar aan tafel, die zitten te dokteren over zo'n probleem. Kunnen we die kunst en cultuur niet in het gemeentehuis insturen? Hoppakee. Ja, ik was gisteren bij Kunstlicht en dan werd dat ook gezegd. Dus ja, maar we hielden altijd die mooie tentoonstellingen in het museum. Ja, maar tentoonstelling vind ik een tentoonstelling. Het gaat mij over die kunstenaar. Het gaat over dat hoofd van die kunstenaar. Kunnen we die hier naar het gemeentehuis? Dat is een open vraag, hè? Misschien moeten we er even over nadenken. Ja, ik moet er wel over nadenken. Want ja. Voor mij is die er helemaal geen scheiding. Ja? En misschien wordt die wel gevoeld, maar voor mij is die er niet. En ja, ik loop ook net rond in dat gemeentehuis. Hè? Dus ik ken, en het gekke is, het gemeentehuis is bijna altijd leeg, hè, de afgelopen maanden. Want mensen werken voornamelijk thuis. Ja. Ik heb volgens mij is het wel verbonden. Maar Dini heeft daar een heel mooi... Ja. Nou, ik vond dat je eigenlijk heel mannelijk dacht dat je zei dat je dus met een plan moest komen. Ik dacht dat is... Dus ik ben met de verlangen gestart. Ik ben ergens uitgekomen wat ik nooit had gedacht uit te zullen komen. Dat mijn leven er zo uit zou zien. Dus soms begin je met een initiatief en dan komt er iemand een vraag van de ander, van die. En het wordt ik weet niet hoeveel. Ik heb inmiddels geloof ik 6 tuinen dan, dementievriendelijke tuinen. En ommetjes van de week zat ik bij de wethouder in Vught, want dan willen ze daar weer wat. Hè, dus ik vind, als je dus per se, dus als je iets wil met een echt plan moet komen, ja, ik denk, begin eens met verlangen dat er ook iets kan ontstaan en kan groeien. Niet altijd alles is van, dan zit je het al in een raam vast. Ja, nee, ik ga even door naar de kunstenaar zelf. Ja. Applaus voor Dini. Volgens mij zijn we ook dat je eerst moest dromen, hè? Hier hebben we de kunstenaar zelf zitten. Ze hebben ook een vraag. Ik wil eigenlijk aanhaken op wat jij zei, inderdaad, of wat u zei, sorry. Want er werd net heel romantisch gesproken over buiten de lijntjes kleuren. En ik hoor u spreken over een plan maken, maar je kan niet plannen waar je buiten de lijntjes gaat kleuren. En dat was eigenlijk wat ik daarop wilde aanhaken. En er werd ook eerder even gesproken over hoe geef je stem aan de ongehoorden. En het is een beetje een idealistisch, romantisch idee. Maar er wordt wel eens een stoel neergezet voor de toekomst. Want je had het net over hoe denk je aan de toekomst. Hoe maak je dat? Maar je moet daar letterlijk, denk ik, ruimte voor maken. Dat je dat meeneemt in het denken. Dus dat je daar symbolische stoel voor neerzet. Maar zo kan je dus ook een stoel neerzetten voor de ongehoorde. Van, er zijn mensen die een mening hebben of die gedachten hebben, maar die het niet kunnen uitspreken omdat ze de taal niet spreken. Omdat het niet toegankelijk is. Of welke reden dus eigenlijk is jouw voorstel aan de wethouder van, zet ons aan tafel, maar zet er ook een stoel neer, die is gewoon leeg. En dan zet ze een bordje op. Ja. Dit zijn de ongehoorden, om gewoon bewust te zijn dat daar ook een gesprek en mee is. En probeer daar ruimte voor in te lassen. Voor buiten je eigen kader treden en kijken van, hé, maar wat nemen wij nu niet mee in het gesprek? Ja, interessant. Ik zie hier iemand driftig knikken. Ja, kan je daar nog iets op aanvullen? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je wil niet weten, die jongeren die gaan niet naar het gemeentehuis, snap je? Die lopen daar niet even binnen om met de wethouder te gaan praten. Maar daar zit zoveel initiatief en ideeën in Boksel waar we geen weet van hebben, denk ik. Dus, Maar nodig de wethouder uit en stuur hem een appje. En, want bellen doen je meeste jongeren niet. Stuur hem een appje, dan komt hij. Ja. Hans, we gaan afronden. Zou er een moment kunnen zijn waarbij we mogen inspreken in de gemeenteraad, maar het mogen alleen onrealistische ideeën zijn? Ja, dat is best een goed idee, Dus soms heb je die ruimte nodig dat je weet van het is eigenlijk niet realistisch. Nou, dan is dat aan zet.
Dus wat zijn de wilde ideeën? Nou, Jeroen, we nemen dat mee. Ik vind, zie het als een uitdaging. Ik wil nog wel één ding zeggen. Het is niet zo en artistiek en kunst en zakelijkheid zijn twee verschillende werelden. Nee, nee. Volgens mij hoort dat gewoon bij elkaar. Dat bijt ook helemaal niet met elkaar. Nee, ik zie wel dat veel artistieke kunstmensen soms moeite hebben met. Maar het is niet één. Ja? Dat kan gewoon samen. Ik denk dat wat Marlijn vooral bedoelt, is zet die kunstenaar aan tafel om juist dat grotere, hè, die kunstenaar, die professionele kunstenaar heeft dat grotere beeld kan meenemen. En kan die andere mensen ook meenemen in wat verder buiten hun kaders te denken. Mijn laatste vraag aan jou, Hans. Hans, je bent niet voor niks de politiek ingegaan. Mm-hmm. Want je gaat pas de politiek in als je denkt, het moet beter, het moet anders, mm-hmm. het moet vooruit. Mm-hmm. Over 3,5 jaar is jouw termijn afgelopen. Mm-hmm. Hoe ziet Boksel er dan uit op jouw deelgebied, kunst en cultuur? Hoe ziet Boksel eruit? Nou, en zeg niet dat we het hetzelfde houden als nu. Hè? Dat vind ik dan een beetje een makkelijke vraag. Ga maar door. Nee. Het zou mooi zijn. Kijk, je moet ook realistisch zijn. Ja? En het is niet zo dat deze wethouder compleet een revolutie doet. Want er lag wel een mooi plan. En dat is ook, dat doe ik ook eer aan de vorige wethouder en de vorige beleidsmedewerker. Die hebben natuurlijk een heleboel dingen gedaan. Ook dingen die misschien wat minder, mensen wat minder gelukkig mee zijn. Ik ben blij, alsof over 4 jaar, we zitten iets langere termijn, een breed aanbod van kunst en cultuur is, dat er geluisterd wordt naar de nieuwe initiatieven, dat ik met de financiële middelen ook nieuwe initiatieven, ook een dromen heb waar kunnen maken. Dat die energie die ik hier proef, bij oudere mensen, bij jongere mensen, dat die omgezet kunnen worden in nieuwe initiatieven. Of dat nou voor ouderen is, ik kijk die niet even aan. Ja, want je ook jong en oud voor bent, dus je moet niet en ook, ik zie hier vooral blanke bokselaren, maar precies, ook intercultureel. Ja, dus voor alle groepen. En als ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren, dan is mijn droom daar wel een stuk verwezenlijkt. Ja. Nou, dankjewel. Geef hem applaus. Ja. Nou, dan nodig ik Rens nog even uit, want we gaan hem afronden. Ik ben even benieuwd, Rens. Wat zijn de meest opvallende dingen die jij hebt gezien? Nou ja, eigenlijk wat me vooral opvalt is dat al veel verbindingen in de zaal worden gelegd. Hè. Je ging al even bij de mensen langs. Er worden al nieuwe verbindingen gelegd. Mensen zeggen, ik wist nog niet dat jullie er zijn. Wat me ook opvalt is eigenlijk dat, en ik geloof dat André het zei ook, maar leerlingen denken in vragen die wij als wat oudere mensen minder stellen, of misschien niet meer stellen. Breng die twee partijen bij elkaar. Hoe meer gaat daar die verbinding zeg maar meer liggen? Jongeren kijken misschien juist wat meer naar een andere manier naar de zaken. En dat is een interessante invalshoek. Veel organisaties die er hier in Boksel zijn, worden toch geleid door mensen die niet misschien de 15, 20, 25-jarigen. Maar daar is een wat meer in mengen. Verbinding. Ja, zeker. Ik zag ook wel een beetje, laat het met de samenleving komen. Hans gaat ook al een beetje aan van, ons gemeentehuis staat open. Ik denk dat hier ook wel een beetje een mooi moment is gelegd van dat er het ook andersom kan zijn. Nodig de gemeente uit bij jouw organisatie. En niet van wacht maar tot de gemeente op mij afkomt. Pak ook het initiatief zelf op. Ik denk dat wel een goed punt is daarin. Ja, nou dankjewel Rens. Alsjeblieft. Oké, applaus voor Rens. Nou. Dan rest mij om jullie te bedanken dat jullie hier allemaal vandaag waren. Dit programma is opgenomen en zal de komende weken uitgezonden worden via het Omroep Dommeland en op verschillende sociale media. En ik wil u graag uitnodigen om op 6 oktober om 8 uur naar de bibliotheek in Boksel te komen. We hebben dan onze napraat, die heet De Kracht van Boksel. U bent natuurlijk ook van harte welkom. En dan zullen wij onder leiding van Marlijn Twaalfhoven eens kijken welke zaken spelen nou in Boksel en hoe kunnen wij die met onze kunstenaarsbrein gaan benaderen. Dus dat is hierbij een uitnodiging aan u allen en ook aan iedereen thuis. En denkt u nou, dit was echt superleuk om bij deze eerste praat aanwezig te zijn. Dit was voor mij een enorme vuurdoop. Dus aan het begin wat ongemakkelijk. Dankjewel.
Maar ik voelde me er langzaam comfortabel in worden. Dus ik nodig u ook uit voor de volgende praten. Die is op 25 november. Dat doen we in samenwerking onder andere met de Woonstichting Joost. En die gaat heten In Bokstel staat mijn huis. En dan gaan we het hebben over wonen. Ook zo'n groot maatschappelijk thema wat we graag willen gaan bekijken op Bokstelsniveau. Dus ik nodig u van harte uit. En ik wens u nog een hele fijne zaterdag hier op de Culturaal.